Ik ben Hans-Jorg Arends, ik werk bij Naturalis als educatief ontwikkelaar en ik ben nu bezig met een ontzettend leuk project, het Natuurlab. Ik ben Sanne van Gamme en ik werk als inhoudsontwikkelaar aan het Natuurlab van Naturalis. Het Natuurlab is een digitale leeromgeving waarin leerlingen van het voortgezet onderwijs aan het werk gaan met verschillende onderwerpen in de biologie. En daarbij gaan ze op onderzoekende wijze aan de slag met onze digitale collectie. Wat we vooral niet willen, is denk ik wel goed om te zeggen, dat we ze niet gelijk achter de computer zetten. Ze gaan eerst gewoon even met een leeg hoofd naar buiten en daar waarnemen. Ze doorlopen eigenlijk hetzelfde proces als een wetenschapper doet als die zijn onderzoek doet. Dus eerst gaan ze data verzamelen, objecten verzamelen, gaan ze heel goed naar kijken en vervolgens gaan ze daar resultaten uit proberen te halen op de computer. En die gaan ze uiteindelijk ook presenteren en conclusies trekken. We zitten in de fase nu dat we het ook moeten gaan testen. En dat is de volgende stap, daar beginnen we binnenkort aan, ook samenwerking met Kennisnet. Om te zien wat wij gemaakt hebben, vinden leerlingen dat ook leuk. Het netwerk Digitaal Erfgoed en Kennisnet hebben ons geholpen met het ontwerpen van de tests. Dus zij zijn er heel goed in om die tests zo efficiënt mogelijk in te delen, de juiste vragen te stellen, zodat wij er allemaal resultaten uit kunnen halen waarmee we ons Natuurlab weer kunnen verbeteren. In principe is het Natuurlab voor iedereen bereikbaar, dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als andere instituten dat ook kunnen gebruiken om hun collectie bij het publiek te brengen. Digitaal erfgoed is van iedereen. En digitaal erfgoed heeft ook de mogelijkheid om mensen te inspireren. En omdat het zo mooi is, al die diertjes en plantjes. Natuurlab is een mooie manier om dat in ieder geval te brengen naar leerlingen. Zodat ze er zelf over verwonderd raken en nieuwsgierig worden. Mijn ultieme droom voor het Natuurlab is dat het dé tool wordt voor leerlingen om te leren over de biologie. En dan vooral dat het hen onderzoekend en wetenschapswijs maakt. Dus dat ze, als ze iets zien in de natuur, niet zomaar aannemen wat het is, maar echt vragen gaan stellen en dat ze zo door blijven leren.